Kijk je naar de verkooppsychologie, dan zijn de psychologen en de neuromarketeers het allemaal met elkaar eens. Er zit in ons brein een bepaalde koopknop en die koopknop kun je prikkelen. En weet jij hoe je die koopknop kunt prikkelen, dan weet je dus ook hoe je in één klap jouw omzet drastisch kunt laten stijgen. Kijken we naar het brein, dat zit eigenlijk in het midden van het brein. Als je zo zou doen en zo zou doen, zit een bepaald gebied wat geprikkeld wordt wanneer we een bepaalde koopbeslissing maken. En wanneer we kijken ook naar het verkopen van producten of diensten, dan kun je een bepaald stappenplan doorlopen. En in deze woensdag gemakdag aflevering duiken we samen in die neuromarketing of de verkooppsychologie. En ontdek je hoe jij dus vanuit jouw producten of diensten tot een bepaalde koopknop kunt komen. Kijken we naar de verkooppsychologie, dan draait het allemaal om het beïnvloeden van het brein van jouw klanten. Als jij op deze manier ook jouw sales pitch gaat aanpassen of als je je verkooppagina gaat aanpassen, dan durf je te garanderen dat je een drastisch positief verschil gaat zien in het aantal conversies, dus het percentage wat je van bezoekers tot klanten weet te maken en de stijging in je omzet. En het begint allemaal met stap 1 is jouw product. En ik noem even voor het gemak ook alle dienstenproducten. Stap 1, schrijf op een blaadje product. Vervolgens is stap 2, wat is het resultaat dat mijn product biedt? Omschrijf alle resultaten die jouw product biedt. Dus niet alleen maar als je, je verkoopt een boormachine. Wat is dan het resultaat van je product? Dat ik langer kan boren, beter kan boren, sneller kan boren, geruisloos kan boren, stofvrij kan boren, wat dan ook. Alle resultaten die jij kunt bedenken. Vervolgens ga je per resultaat kijken in welke situatie zitten mijn klanten voordat zij behoefte krijgen aan dat resultaat. Als jij een product of dienst verkoopt, ik ben helemaal niet geïnteresseerd in jouw product of dienst. Ik ben geïnteresseerd in het resultaat dat dat biedt. Ik kan in een bepaalde situatie zitten voordat ik behoefte krijg aan dat resultaat. En ik zit vervolgens met een bepaald probleem. Als ik het zelf kan oplossen of als ik geen probleem heb, waarom zou ik jou dan inhuren of een nieuw product kopen? Achter dat probleem zit vervolgens een behoefte. Ik kan best een probleem hebben, maar eigenlijk geen behoefte hebben om het op te lossen. Of ik heb helemaal geen probleem, maar ik heb wel een behoefte naar een bepaald product of een dienst. Achter die behoefte, en dat is niet in elke productgroep of dienstgroep hetzelfde, maar zit 9 van de 10 keer ook een bepaalde pijn. Weet jij wat de echte pijn van je klant is, dus de echte onderliggende diepe pijn die nog dieper gaat dan de behoefte, dan heb je zojuist de koopknop gevonden. Nou, hoe werkt het dan? Dus je schrijft op product, we hebben een boormachine. Wat is het resultaat van mijn boormachine? Een gat in de muur. Ik verkoop geen boormachine, maar ik verkoop een gat in de muur. In welke situatie kan ik zitten voordat ik behoefte krijg aan een gat in de muur? Ik kan een bouwvakker zijn waarbij elke keer mijn boormachine kapot gaat. Of ik heb hem laten vallen en na 1 keer laten vallen is hij meteen al stuk. Dus ik zit in een hele andere situatie. Dus ik krijg ook een hele andere behoefte. Ik heb geen behoefte meer alleen maar aan een gat in de muur. Maar ik heb een behoefte gekregen aan een degelijk apparaat die ik eigenlijk het liefst ook nog eens van de steiger af kan gooien. En hem daarna alsnog kan gebruiken. Wat is dan de pijn die diegene heeft? Die pijn is niet dat ik niet weet wat een boormachine is of hoe ik een gat in de muur kan krijgen. Maar die pijn is eigenlijk dat zijn vorige boormachine kapot is gegaan. Nou, als jij een ZZP'er of een freelancer bent, dan kost tijd ook extra geld. Je slaat ook nog eens een flater bij je opdrachtgevers. Dus het gaat veel meer over die bepaalde pijn. Stel, ik ben een gehaaste ondernemer en ik wil gaten in de muur boren. Maar midden in de nacht klagen mijn buren. Vervolgens begint mijn vriendin te klagen. Overal ligt stof en ik heb eruit bed zitten boren. Als je dat dus weet, dat ik in die situatie zit, dan heb ik een behoefte aan een boormachine die muisstil is. En het liefst nog met een stofzuiger erop, dat ik nog geen enkel stof achterlaat. En misschien ook nog wel een zaklamp, dat ik echt midden in de nacht kan boren. Dan is mijn pijn dus niet meer dat ik een gat in een muur wil. En die behoefte heb ik niet. Mijn pijn is eigenlijk klagende buren en een zeurende vriendin. Dus als jij weet dat daar die pijn zit, gebruik dat dan ook in je teksten. Nooit meer een zeurende of klagende buren. Nooit meer klachten van je buren en een chagrijnige vrouw. Met deze boormachine boort u stofvrij, geluidsloos, etcetera. Dus pas deze stappen toe. Ik durf te garanderen dat jij ook weer daarin je omzet zal doen laten zien stijgen. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, suggesties voor een volgende woensdag gemakdag aflevering, laat dat weten in je
in de reacties. Wil je sowieso geen enkele aflevering meer missen? Zorg dan dat je ergens op abonneren en dat belletje klikt. En dan zie ik je bij de volgende aflevering.